We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Deze week een hele bijzondere uitblinker. Dit is de man die ooit nu.nl heeft opgericht. Ja, weet u het nog? 25 jaar geleden, het begin van het internettijdperk. En opeens was daar een online nieuwszender onder de naam nu.nl. En nooit meer van het toneel verdwenen. Een wereldreiziger, iemand die van zeilen houdt. Een denker, een vrijdenker eigenlijk. En hij heeft weer iets heel nieuws bedacht. Iets heel bijzonders. Ik heb het zelf al mogen ervaren. En ik ga het er zeker met hem over hebben. Hoe kan je de hele aarde opkopen? Zodat er minder wordt bebouwd. Minder worden bomen gekapt. Dat Frans Timmermans misschien zelfs van het toneel verdwijnt met al zijn onzin. En dat we op een positieve manier, op een verbindende manier, die climate change kunnen doorvoeren. Die misschien wel noodzakelijk is en ook gewenst. Ik ga nu bellen met Kees Segers, dat is zijn naam. Hij is de minder bekende broer van, u kent wel waarschijnlijk de andere Segers, Chris Segers. Kees is een serial entrepreneur, zoals dat heet. Heeft vele verschillende ondernemingen ontwikkeld. Heeft ook een bijzonder boek geschreven. En dat heeft hij vervat in 100 adviezen. En ik ben natuurlijk buitengewoon benieuwd wat het beste advies is. Hoe je als ondernemer in het leven moet staan. Veel vragen heb ik voor Kees. Ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. En ook wel een beetje wel, maar we gaan in ieder geval beginnen. Ik ga nu bellen met Kees Segers. Ja, dat is natuurlijk een hele confronterende vraag. Ja. Omdat alles wat je daar over zou zeggen in de zin van ja, wellicht zijn er te veel mensen. Daarmee impliceer je eigenlijk dat er mensen weg zouden moeten. Terwijl, ja, dat is weer een heel ander iets. Hè? Maar die consequentie van zo'n antwoord is altijd best wel groot, vind ik. Maar ja. Even buiten dat, zijn we met te veel mensen? Ik denk niet dat we per definitie met te veel mensen zijn. Ik denk dat we met precies het juiste aantal zijn voor de tijd waarin we leven. En ik geloof ook dat op het moment dat we, als we ons meer bewust worden van hoe de natuur werkt en welke rol wij daarin spelen, dat we automatisch, laten we zeggen, een betere verdeling van bijvoorbeeld welvaart kunnen creëren. Waardoor er een heleboel mensen die nu bij wijze van spreken een heel groot gezin hebben in bepaalde landen. Omdat die kinderen kunnen zorgen voor hun ouders later. Hè, dat het een soort sociaal vangnet wordt. Dat is dan bijvoorbeeld niet meer per definitie nodig. Dus ik geloof dat we onszelf op een juist aantal gaan houden of krijgen. Of dat we daar terechtkomen als we meer in balans komen met elkaar. Maar kijk, dat klinkt, ik weet niet, ken je een beetje de Great Reset van Klaus Schwab en de World Economic Forum? Wat ze daar allemaal zeggen, heb je daar wel eens in verdiept? Precies, daar heb ik me in verdiept. En dat gaat uit van een heel ander verhaal. Dat gaat in principe, als ik dat juist interpreteer, gaat dat veel meer over, we zijn met ongelooflijk veel mensen. De allermakkelijkste manier, dat is namelijk bekend, om climate change het terug te dringen, dat is gewoon de consumptie terug te brengen. Waarom besloot jij 25 jaar geleden om nu.nl te beginnen? Wat inmiddels in Nederland, al ik weet niet hoe lang, zou ik zeggen, een van de meest geraadpleegde nieuwsstations is. Waarom, wat was de reden dat jij dacht, dat ga ik doen? Hoe ging dat? Ja, hoe het ging is dat Marien ten Houten, de oprichter en eigenaar van Ilse.nl, wat destijds de grootste zoekmachine en de grootste website van Nederland was, die was een rondje wezen doen langs de Volkskrant en langs de Telegraaf en al zijn bekende contacten daar met het verhaal, laten we de Nederlandse CNN gaan opzetten. En iedereen die begon keihard te lachen en die zei, joh, je bent gek geworden, dat gaan we niet doen. Nou, en ik, zei de gek, samen met Sascha Prins, mijn toenmalige zakenpartner, software engineer en architect. Wij hadden op dat moment een financiële website, BusinessNet. En wij waren eigenlijk zo'n beetje de enige website op dat moment die echt content aan het maken waren. Er waren nog maar 4 of 5 websites in Nederland. Hè. Er was helemaal niks nog. Nee, dus hij dacht van, ik bel die jongens op om te kijken. Misschien willen zij het wel doen, want ja, niemand anders die ziet het zitten. Dus die kwam bij ons. En toen zijn we gaan sperrips gaan eten in een restaurant de Amsterdamse weg. En hij legt zo dat verhaal uit en dacht, jezus mina, ja, de Nederlandse CNN, ja, het zal wel, weet je wel. Maar ja, het is wel Ilse, weet je. Het is wel zo dat zij die traffic kunnen genereren naar zo'n website, zodat het iets kan worden.
En tijdens dat gesprek zei ik op een gegeven moment, ik zeg maar, heb je al dan een naam in je hoofd? Toen zei hij, ja, nu.nl. Toen zei ik, oké. Ik zeg, now we're talking. En toen was het er voor mij. Toen dacht ik, ja, dit is een gesloten verhaal. Beter dan dat gaat het niet worden. Betere partner kan ik niet vinden. Kunnen we dit bouwen zonder twijfel? Hebben we het ooit eerder gedaan? Nee, maar ja, we worden niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dus het zal wel goed gaan. Dat is de manier waarop we het gedaan hebben. We hebben bij elkaar niet meer dan 2 of 3 meetings gehad tussen Ilse en ons. Mm. Wij hebben het gebouwd. En zij hebben ervoor gezorgd dat de eerste 100.000 bezoekers naar die pagina kwamen via hun zoekmachine of via de homepage. En het is volgens het boekje gegaan. Ja, heel leuk. Heel leuk om dat mee te maken. Ja, en wat ik zo opmerkelijk vind aan jou, omdat dat is een combinatie die kom je maar eens in de, nou, ik durf te zeggen, 100.000 keren kom je die tegen. Iemand die zeg maar een soort creatieve ondergrond heeft. Hè? Dus voor wie het niet weet, je hebt ooit een commercial bedacht voor Fritella. Je vloog naar Los Angeles. Je was verantwoordelijk voor die commercial. Ik geloof dat die 1 miljoen gulden toen kostte. Ja, op je 18e had je met een vriendje een reclamebureau. Dus, ja. Je hebt een soort creatief brein. En vaak zie je dat dan de connectie mist met dat beta-brein. Snap je? Dus jij hebt dat in 1 hoofd, zeg maar, gezegeld, vastgeklinkt aan elkaar. Dat is wel, ja. Dat is wel de meest gewenste combinatie, toch? Dus en beta en creatief. Ja, ik zou je zeggen dat het is natuurlijk geweldig. Aan de andere kant is het zo dat elk idee wat je bedenkt, daarvan weet je al vrij snel of je dat kan uitvoeren of niet. En op het moment dat het kan. Dat je weet namelijk van oké, ik begrijp de mechanics achter dit concept of dit idee of dit bedrijf of dit nieuwe ding. Als je de mechanics echt begrijpt en het idee is leuk genoeg, dan ben je ook wel geneigd om dat te willen doen. Dus dat resulteert bij mij bijvoorbeeld in 15 bedrijven die ik heb opgezet. En wat ik in ieder geval weet is dat het niet altijd loont, om het zo maar te zeggen, om zoveel verschillende dingen te doen in zo'n korte tijd. Het is soms ook heel mooi om iets op te zetten en dan daar langdurig aan te werken om het, laten we zeggen, serieuzere gestalte te geven, in plaats van zoals bij nu.nl. Wij hebben dat naar marktleiderspositie toegebracht en toen kwam PCM-uitgevers en die wilden daar een bedrag voor geven dat ik dacht, ik kan nu een boot kopen en nooit meer terugkomen. Toen dacht ik, weet je, tevredenheid is ook iets. Laten we het maar snel wegdoen. In 2018 kom je op het lumineuze idee om Earth Today op te richten. Nou, dat even vanuit mijn perceptie. Je kan als mens kan je voor €1,20 een stukje aarde kopen. Met als ultieme doel. Earth Today koopt gewoon de aarde op eigenlijk. Omdat minder bebouwing goed is voor het beschermen van die aarde. Nou ben jij een vervent zeiler. Dus jij bent een van die kapiteinen, laat ik het zo maar noemen, die ook daadwerkelijk de zee op gaat. En wat kom je dan tegen, punt 1, op de zee? En wat leidt dan tot deze, ja, toch wel best wel briljante gedachte? Ik ga een soort systeem bouwen dat ik gewoon met een heleboel enthousiaste mensen de hele aarde kan gaan kopen. Hoe gaat dit dan weer? Ja, wat er gebeurt is dat... Neem me dus even mee op die boot, want dat wil ik weten. Want je hebt ook een keer ook iets gezegd van ja, wat doe je als ondernemer? Ja, naar buiten kijken, een beetje mijmeren. Dat vind ik mooi, dat snap ik. Nou, ik snap dat niet. Maar wat doe je dan op die boot? Dat wil ik weten. Je zit op die boot op zee. Ja, het is eigenlijk dat ik letterlijk en figuurlijk wegvaar van mijn omgeving. Hè? Dus de context waarin ik leef. Waar vertrek je? Neem even mee op detail. Ik vertrek in Amsterdam. Ik vertrek in 2014 vanuit Amsterdam met een zeiljacht van 18 meter. Ja. Met een crew van 5 mensen. Om voor de meeste van die mensen een outdoor journey te maken. Dus om Bounty Islands met palmbomen te bezoeken en blauwe zeeën. En voor mij ging het op dat moment meer om een inner journey. Net als dat andere mensen de woestijn inlopen om daar te mediteren en andere mensen weer op een berg gaan zitten, wilde ik ook zo'n journey maken, maar dan over de zee. Om naar de horizon te kijken en naar de sterrenhemel 's nachts. En me
jezelf te verliezen in de eindeloosheid van de oceaan. Letterlijk dat. En wat je onderweg tegenkomt, dat zijn mensen die hetzij op diezelfde journey zitten. Dus die zitten heel erg in 's nachts naar de sterren kijken en mijmeren over het bestaan en over de zin van het bestaan en over de waarde van allerlei dingen in ons leven. Tot jezelf komen, jezelf tegenkomen in situaties, die reis. En andere mensen die je tegenkomt, die zitten heel erg bezig met gezelligheid en drankjes drinken. We gaan naar de volgende bestemming, want wat is daar te zien? Hè? Die hebben, dus ik was meer van die andere reis. Dus wat ik dan ben tegengekomen is dat in die verstilling, in die stilte, kwam ik dichter bij mezelf. En wat ik daarin heb ervaren is dat ik veel dichter bij, laten we zeggen, mijn eigen natuur kwam, wie ik zelf ben. En dat ik dus onderdeel uitmaak van iets groters. En dat onderdeel van iets groters, dat is in de fysieke wereld, dat is de planeet, dat is de aarde, dat is de natuur. Dat is de grond waarop we lopen. En ik begon me niet alleen te realiseren met mijn hoofd, maar ook met mijn hele wezen, met mijn lichaam en met alles, dat ik een onderdeel was, integraal van dat ene systeem. En dat op het moment dat ik dat systeem, laten we zeggen, zou aanvallen door bij wijze van spreken dat systeem te vervuilen of een boom te kappen of bij wijze van spreken een vis te vangen, dan zou ik inbreuk maken op dat systeem. En met die realisatie werd ik vervuld met een verlangen om dat systeem te beschermen. En met dat verlangen weer kwamen er ideeën tot mij, letterlijk. Wat is het doel? Hè? Dus hoeveel van die meters hebben jullie nu al kunnen kopen? Nou ja, wat het verhaal is dat we op dit moment samenwerken met een zodanige grote groep van grootste natuurbeschermers, dat we rond de 10% van de beschermde natuur die er is, die kunnen we op dit moment al aanbieden. Dus we kunnen bedrijven, organisaties en mensen een oneindige hoeveelheid certificaten aanbieden. En met die opbrengsten kunnen we voldoende nieuwe grond aankopen, zodanig dat onze eerste doelstelling eigenlijk is om 9 miljard vierkante meter veilig te stellen. Ja. Met Earth Today. En daarmee een voorbeeld te stellen van zo kan je dit doen. En dan hopen we dat er andere social media platforms zijn of andere initiatieven of andere ideeën die ook die vierkante meter certificaten gebruiken om dat ook te doen. Wij gaan dan ook door, maar wij hebben een eerste doelstelling eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen. En we willen uiteindelijk natuurlijk de gronden en de natuur die op dit moment beschermd wordt, dat willen we gewoon als eerste maar eens gaan verdubbelen. En dat is nogal wat, want je praat over miljarden en miljarden vierkante meters. Ja, oké. Okay, dit moet global. Maar goed, dus het doel is 9 miljard vierkante meter grond veiligstellen, stap 1. En jullie zijn net begonnen. Hoeveel zitten jullie nu al op? Want dat kan je volgen op de website, maar ik heb even niet gekeken vanochtend. Wat is er nu al gekocht? Nou ja, we zijn dus in april begonnen met de pilot. Dat betekent dat we een technische pilot doen waarin we alles uittesten om te kijken wat kan er verbeterd worden. En in die periode hebben we nu 1,5 miljoen vierkante meter gedaan aan de consumenten. Ja. Dus en dat zijn aantallen waarmee we het systeem goed kunnen doortesten. En we verwachten aankomend jaar nadrukkelijk hoger te eindigen, omdat we natuurlijk op dit moment bezig zijn om partnerships te sluiten met allerlei bedrijven die kunnen meedoen om die vierkante meter in te zetten als binnen reward programming, binnen loyalty systemen, binnen employee reward programs. Er zijn legio manieren waarop je die vierkante meter kan weggeven aan medewerkers als bonus, als verjaardagscadeau, als kerstgift. Ja. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het ervoor inzetten. En wanneer denk jij dat je 1 miljard vierkante meter grond hebt kunnen kopen met Earth Today? Wanneer denken jullie dat zeg maar die eerste totempaal in de grond kan worden geplant? Ik denk dat 1 miljard, misschien in 2025. Er is nog steeds niks veranderd in de afgelopen 10 jaar, terwijl we alleen maar aan het praten zijn. En ik ben natuurlijk wel iemand die ook ondernemend is. Ik ben ook iemand die mensen kent en een netwerk heeft van mensen die bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken. Dus ja, toen dacht ik op een gegeven moment van, hoe kan je nou
zo'n groot probleem als biodiversity, als climate change, als hele regenwouden. Hoe kan je als enkeling daar überhaupt een oplossing voor aandragen? En dat is door het probleem zo klein te maken als de mens zelf. Dus breng het grote probleem terug naar de menselijke maat. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u, molto bon dia, capitao. Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging, de Kapiteinenlijn. Tot snel.